Hallo meiden, ik ga jullie proberen uit te leggen hoe je een juiste inhoudsopgave moet maken, zonder dat je zelf hier alles zelf moet typen en met tabtoetsen de bladzijdenummers moet invoeren. Als je zelf dit doet met tabtoetsen of met spaties, dan krijg je zoals hier gewoon geen mooie rechte lijn. En je moet zelf ook typen bladzijden. En waarom hier staat 0,3 heeft ook weer te maken met dat je naar boven de 10 komt, dat het allemaal een mooie rechte lijn is. Dat gaan we niet meer doen. In Word zit gewoon een inhoudsopgave. Ten eerste, dit, als je dit ooit hebt getypt, dit kan helemaal weg. Delete. Wat ga je dan doen? De inleiding. Je selecteert de inleiding. En je gaat staan, als je het menu hier op Start hebt staan, druk je op kop 1. Klik. Je ziet dat hier de tekst verandert. Wil je dit anders, dan ga je op kop 1 staan, rechter muisknop, wijzigen. Stel, jij hebt alles in Calibri getypt. Dan zoek jij Calibri op. En jij zegt bijvoorbeeld van, nou, mijn letters wil ik 18 groot en ik wil het vet gedrukt. Dan doe ik oké. En dan wordt dit direct al inleiding zoals jij hebt ingesteld. Dan ga ik naar beneden, want mijn scriptie is al af. Mijn volgende hoofdstuk is overgewicht. Ik selecteer en ik druk op kop 1. Dan ga ik naar beneden. Oorzaken van overgewicht behoort nog bij ditzelfde hoofdstuk. Maar ik wil in de inhoudsopgave dat er een inspringetje komt. Dus dat hij niet direct eronder staat. Ik druk op kop 2. En eigenlijk wil ik kop 2 ook wel Calibri. Dus ik maak hier ook Calibri van. Ik maak er 14 van. En ik wil het ook vet gedrukt. Gevolgen overgewicht is qua hoofdstukindeling hetzelfde als oorzaken, dus kop 2. Body Mass Index is een nieuw hoofdstuk. Ik wil dat kop 1 wordt. En deze zijn weer hoofdstukjes binnen een hoofdstuk. Dus ik maak er kop 2 van. Een gezond BMI, kop 2. Ik sla even een beetje over. Ik ga even naar het volgende hoofdstuk. Schijf van 5. Kop 1. En de schijf van 5 heeft 5 regels. Kop 2. Als je dit bij je hele scriptie doet, dan ga je helemaal aan het einde, als je klaar bent met selecteren, ga je naar boven. Dit is het voorblad. Na het voorblad hier wil ik mijn inhoudsopgave hebben. Ik ga naar verwijzingen. En je ziet hier staan inhoudsopgave. Ik klik erop. Dan wil je alleen dat er staat inhoud of wil je inhoudsopgave. Je drukt op inhoudsopgave. En kijk eens wat er gebeurt. Je inhoudsopgave. Je hoeft zelf niet meer op zoek te gaan naar de paginanummers. Van hij selecteert zelf de paginanummers. En hier zie je dat dit is de kop 1. Dit is de kop 2. Wil je gevolg overgewicht als kop 3? Of heb je onder de gevolgen bijvoorbeeld ook nog weer mini hoofdstukjes staan? Dan kun je daar weer in de tekst op kop 3 drukken. Bij vragen komen jullie maar even bij mij langs. En dan ga ik jullie met alle liefde helpen. Maar dit scheelt heel veel tijd aan het einde als je klaar bent met de inhoudsopgave maken. Veel succes!